Lotte probeert iets voor mij geheim te houden in haar huis. Ik moet inbreken bij haar, want ik moet erachter komen wat dit is. Maar hoe doe ik dat zonder dat ze het doorheeft? Lotte, ben je nou gewoon aan het werk? Verkoop je ijsjes? Precies, Alex. Natuurlijk ben ik aan het werk. Oh, ik maar Lotte, waarom werk jij? Ik dacht dat we vandaag gingen buiten spelen. Nou, omdat ik al mijn geld moet gaan sparen, Alex. Geld moet gaan sparen? Waarvoor ben je geld aan het sparen? Dat is een geheimtje, maar... ik kan hier niet te veel over zeggen, Alex. Is het iets groots? Is het een PlayStation 5? Of is het groter dan een... Veel duurders, geweldigers, groters, wat dan ook. Iets groters dan een PlayStation 5? Dan moet jij vast heel veel geld aan het sparen zijn. Maar Lotte, mag ik bij jou een ijsje kopen? Ja, dat mag wel, tuurlijk. Wat voor smaak wil je? Welke smaak heb je? Smurfijs. Oh, dat is de blauwe, ik wil Smurfijs. Oké, nou, hier heb je dan een bakje met ijs. Oké, hoeveel is dat? Dat wordt dan 1 euro. Ik heb een ei. Oké, dat is... Met een kippie! Oh, kippie! Doei, Lotte! Oh, doei! Oh, wat een lekker ijsje! Maar ik moet wel echt een keertje met echt geld aankomen. Ik kan niet het hele leven gaan leven op... eitjes van meneer Kippie, denk ik. Wacht eens even! Wat nou al weet ik al het geld van Lotte te stelen? Lotte heeft veel geld, zei ze. Veel meer geld dan wat een PlayStation 5 kost. En dat is wel heel veel geld, want ik wil die heel graag hebben. Ik bedoel, hoe cool zou het zijn? Dan kan ik hier op de bank zitten en dan moet ik ook nog een tv kopen. Maar dan kan hier de PlayStation komen en dan kan ik de hele tijd Minecraft erop spelen. En pieuw, pieuw! Ja, dat wil ik hebben. Oké, Lotte die is nog wel aan het werk daar, zo zie ik. Die is druk aan het werk. Dus wat kunnen wij dan doen om haar geld te zoeken? Ik bedoel, die kluis heeft ze vast toch wel in dit huis staan. Laten we gewoon heel sneaky achter de ijswagen van Lotte... Oh, ze heeft het niet... Oh, ze keek bijna. Oké. Niet te veel geluid maken. Rennen, Alex. Oké, de deur staat zelfs open. Lotte heeft gewoon de deur... Oh, nee. Eeuw, er staat weer zo'n vieze stinkaugurk. Wat kan ik allemaal stelen bij Lotte? Waar is haar kluis? Is het hier? Nee. Hier is alleen maar de gekke roze kleren die ik niet hoef te hebben. Zit hier wat in? Alleen maar spinnenwebben en diamanten. Die neem ik mee. Oh, die zijn voor mij. Oké, maar dit is nog lang niet genoeg geld om een PlayStation 5 mee te kopen. Er moet ergens meer geld liggen. Maar ik heb geen idee waar. Oké, laten we snel teruggaan. Dit geld moet ik snel thuis opbergen, zodat ik niemand het... Alex, waar kom jij vandaan? Ik kom van de... Kijk, een alien landt daar met een UFO. Waar? Oh, dat was kantjebord. Oké, maar dit mag hier liggen. Ik zie dat het ondertussen al laat is. En dat betekent voor mij dat ik eindelijk naar huis kan. Oh, wat heb ik een zware dag achter de rug. Jeetje, Mina. Oké, laten we even hierheen gaan naar mijn huisje. Oh, eindelijk kan ik mijn bedje weer in. Maar ik wil natuurlijk wel even kijken wat er buiten is geworden van vandaag. Huh? Wacht, ik zweer dat ik ergens mijn diamonds had ingelegd. Huh? Wacht, moet deze zijn... Nee, huh? Er zit er geen één. Wat? Ik had 4 diamonds, dat weet ik 100% zeker. Dat betekent dat iemand waarschijnlijk uit mijn ding heeft gestolen. Wat? Oké, ik vertrouw hier echt helemaal niks meer van. Hoe kan dat? Hoe kan ik in een buurt wonen waar iedereen steelt van mij? Oké, ik denk dat het maar tijd is om te gaan verhuizen. Want dit wordt hem zo niet. Oké, ik ben aangekomen bij mijn huisje. Maar het is niet een prachtig huisje. Het is niet een heel groot huisje. Maar het is wel een tijdelijk huisje. En kijk eens, ik had het al een klein beetje ingericht. En ik heb mijn diamonds meegenomen. Maar ik ga denk ik hier mijn bedje plaatsen. Kijk hoe leuk het eruit ziet. En mijn diamonds, die ga ik natuurlijk even stoppen in de chest natuurlijk. Hop, hier doe ik er 2 in. Hey, kijk nou, ik bedoel, voor een tijdelijk huisje is dit toch niet heel verkeerd. Met een mooie schilderijtje en zo. Oh, ik ga eens even rusten op mijn bedje. Is dit nou echt Lotte haar nieuwe huisje? Een dirt huisje in een berg? Hier kunnen wij wel wat leuks mee. Ik heb namelijk TNT bij me. En we zouden het zomaar eens kunnen opblazen. Misschien is dit namelijk het huis waar de grote kluis van Lotte namelijk in ligt. Met veel meer geld. Want dat moet wel. Ik moet erachter zien te komen waar Lotte er mega kluis is. Dus al leggen wij gewoon hier een blokje TNT. En daar een blokje TNT tussen alle roze bloempies. En laten we er dan hier ook nog eentje erin. Oh nee. We hebben een gat in Lotte naar huis gemaakt. Oh, ik kreeg het echt koud. Zit er nou een gat in mijn dak? Wat is dit nou? Ik dacht al, het vriest hier zo. Maar ik ga straks wel even een blokje halen. Want, Snel door, Alex. Alle TNT erop. En deze komt daar. 3, 2, 1. Oh, nee. Het hoort.
is niet hier. Waar is het dan? Oh, ik ben aangekomen bij mijn volgende huis. Ik ben echt helemaal klaar mee. Het probleem is alleen, ik kan niet meteen naar mijn grote kluis. Ik bedoel, en niemand mag erachter komen dat dat mijn kluis is waar echt de meest waardevolle spullen ooit zitten. Zie je nou wel? Ik wist dat ze een grote kluis had. Er moet ook wel meer dan 4 diamanten in zitten. Ik bedoel, met 4 diamanten kan je geen PlayStation 5 kopen. Zo, ik zet hier mijn mooie bedje neer en ik hoop dat ik hier wel even met rust gelaten kan worden. Ik bedoel, ik wil gewoon even rusten en gewoon, ja, en ik wil gewoon mijn diamonds kunnen hebben in veiligheid. En ik denk dat dit stenen huis me wel goed helpt. Klopt er nou echt dat een stenen huis er moet helpen? Dat het er moet beschermen tegen mij? Ik moet deze diamantkluis vinden. Ik bedoel, laten wij gewoon hier stiekem het dak opklimmen. En wat ik dan als idee had, is om heel veel creepers om Lotte huis te zetten. Misschien hebben we dan alleen iets meer blokken nodig, dat we ze een beetje kunnen opsluiten voor de deur. Dus laten we gewoon heel veel dirt hakken voor nu. Zo, dan maken we hier gewoon een soort opening eromheen. Oh, snel voor Lotte de raam langs. Dan zetten we hier nog 2 blokjes dirt neer. Oké, dit is perfect, dit is perfect. Dan kunnen we hier namelijk even het dak op klimmen. En dan kunnen we hier alle creepers zetten. Zo, allee, allee. Zou Lotte het al door hebben gehad? Ik weet het niet. Huh, wat was dat? Oh, het zou vast aan het onweren zijn buiten of zo. Ik hoorde een enorme knal. Oh, mijn ramen zijn zelfs uit doorgepakt. Ah, nee! Oh, 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 ik vond niks door. Wat? Nee! Ah! Oh nee, oh nee. Ah, niet tegen mij! Oké, okay, waar is die geheime kluis? Hij is niet hier! Hoe goed heeft Lotte dit verstopt? Oké, ik ben weer bij een nieuw huis aangekomen. Ik weet niet wat er gebeurde. Er vielen allemaal creepers uit de lucht. Het leek wel alsof ze gewoon op mij gemunt waren. Ik snap er helemaal niks van. Ik moet echt hier weg. Maar ik heb denk ik een huis gevonden. Daar komt niemand er überhaupt meer bij. Geen creeper, niks. Kijk wat voor enorme lavagracht ik hier omheen heb. Holy moly. Dit moet alles kunnen stoppen. Ik bedoel, wie komt hier in vredesnaam ooit nog bij? Lotte rent net haar huis in. Ze is binnen in haar nieuwe huis. Oké, laten we er maar naartoe lopen. Wat? Wat is dit? Heeft Lotte nou een enorme lavagracht onder? Wacht eens even. Ik heb een idee. Wat ik namelijk kan doen om er op deze manier te pesten, zodat ik kan zien of er kluis in dit huis zit, is een mega groot kanon bouwen. Dit is niet zomaar een kanon. Dit wordt een vuurkanon. Deze spuwt dus letterlijk vuur op het huis van Lotte af. Alleen moet hij wel goed in elkaar zitten. Ik bedoel, dit mag niet falen. Absoluut niet. Waar ik aan zat te denken is om een dispenser hier neer te zetten. Alleen moet hij dan wel even een klein beetje omgedraaid zijn, denk ik. Hier zo. Oké, laten we dit gewoon... Oh, dit is spannend. Ik wil zo erg niet in de lava vallen. Lotte mag het zo niet doorhebben ook. Oké, hier moet dan weer een blokje erop. Oké, en dit moet dan zo aan elkaar gelinkt worden eigenlijk. Zodat we op deze manier straks alles aan kunnen steken. Dus dan doen we hier nog eentje zo. En hier doen we de hendel. Ja, dit werkt! Oké, dat is perfect. Dan moet het signaal hier nog eens omhoog gaan lopen. Doen we een repeater erbij, zodat het signaal extra sterk wordt van de redstone. Oh, dit gaat zo goed werken. Waarom maakt ze haar huis dan ook zo veilig? Maar dan maakt ze hem van hout. Oh, ze beweegt. Oh nee. Ze mag echt niet doorhebben dat we dit nu al aan het bouwen zijn. Als ze er nu achter gaat komen, dan is het wel echt fout. Oké. Die daar en dit er zo op. En dan doen we dit zo. Ja, hij werkt, hij werkt, hij werkt. Ik heb het geluid gehoord, ik heb het geluid gehoord. Oké, wat we dan nu kunnen doen, is we moeten nu overal een paar vuurballen inleggen zo. Hetzelfde doen we hier zo. En hetzelfde doen we hierboven zo. Oké. Het enige wat ik nu dan nog hoef te doen, is alles... Wat is dit? Ah! Huh? Lotte, ik ga die kluis van jou vinden! Ben je allemaal gek? Oh, aanvallen! Wow! Het werkt! Oké, meer! Oh, dit werkt zo goed! Oh, jeetje! Lotte, ben je er klaar voor? Nee! Nog meer! Waarom die stomme gracht van jou mij helemaal niks doet, Lotte. Je gaat mijn kluis nooit vinden, Alex. Wacht eens even. Wil je zeggen dat hij niet hier is? Nee, tuurlijk niet. Ik ben geen dom oor. Dit is mijn supergeheime kluis. En ik ga daar inbreken, Lotte. Oh, dit gaat me zo erg lukken. Ik heb je gevonden. Je gaat helemaal niks, Alex.
Alex, ik kan het hier nooit voor je leven bij. Dit was zo makkelijk om te vinden. Tuurlijk kom ik daar wel bij. Het enige wat ik nodig heb zijn deze paar steentjes die ik hier heb. En dan kan ik zo op die manier naar jou toe zien te bouwen, Lotte. Kijk, dan maken we eventjes wat breder, zodat ik niet in die lava van jou val. En wacht eens even. Ik heb niet genoeg steen. Geef me heel eventjes, oké? Zoals je ziet heb ik een enorm grote kluis. En hier bewaar ik al mijn super geheime en super waardevolle items. Oh, en Alex gaat hier nooit binnenkomen. Hij kan... Ik heb hout! Ik heb hout! Kom aan, Lotte! Ja, succes hoor, Alex. Ik kan hier toch nooit binnen. Tuurlijk wel. Ik heb een pickaxe. Wacht, een pickaxe zei je toch? Aha. Ja. Hoe ga ik hier alleen ooit beneden komen? Ik bedoel, het is best wel hoog. Dacht ik al. Je komt hier toch nooit, Alex. Oké, misschien dat ik een ander plan heb moeten doen. Wat nou maak ik hier op de zijkant zo een trap naar beneden? Zodat ik op die manier bij jou in de buurt kan komen, Lotte. Ik kom er wel, geloof me. Nou, denk het niet hoor. Je ziet hier Ik ga nou vandaag eindelijk een PlayStation 5 kunnen kopen. Oké, er ging naar de lava in. Oké, dan gaan we dit zo wat lager. Oh nee, meen je dit nou? Ik ben weer uit van de blokken. Hoezo heb ik zo weinig blokken steeds? Lotte, ik pak je nog wel. Wacht maar. Ja, succes. Praatjes. Hier is een boom. Er zijn heel weinig bomen, maar ik heb er eentje gevonden. Dus die kan ik heel mooi gebruiken om naar beneden te komen daar zo natuurlijk. Het is alleen echt heel weinig hout wat ik heb. Oké, dit gaat hem sowieso nooit worden. Oh nee, ja. Misschien dat ik deze pompoenblokken mee kan nemen. Dat ik daar wat mee kan. Ik zou het echt niet weten. Maar er groeien niet echt veel bomen hier in de buurt. Oh, daar nog één. Ik moet en zal gewoon weten wat er in die bunker ligt van Lotte. Ik moet weten wat er in de kluis ligt. Want er moeten wel heel veel diamanten in zitten. Oké, dat hout is ook van mij. Oké, nu moet ik vast wel genoeg hebben. 36 hout en een paar pompoenen. Ik heb alleen wel een beetje honger. Oké, daar gaan we. Hop, 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 hop. Lotte, ik kom eraan hoor. Ja, is goed Alex. Ik geloof er nog niks van, ja. Weet je trouwens dat je je naam verkeerd hebt gespeld achter je? Je hebt Lotte geschreven. Nee hoor. Er staat alleen een T gewoon nog onder. Maar die was ik vergeten. Ja, soms gaat het even niet helemaal goed. Maar je komt wel heel dicht in de buurt trouwens. Lotte, ik ben bijna bij je. Ik ben bijna bij je. Niet. Bijna bij je, ik ben bijna bij je. Alex, geloof me, je wilt echt niet in de kluis, geloof mij. Ik ben er! Nee. Doei, Lotte! Gaat ze nog zeggen van, oh Alex, je wil echt niet in de kluis komen hoor. Tuurlijk wil ik wel in de kluis komen. Ik ben hier de hele dag mee bezig geweest om hier te komen. Dit is het moment waar ik op gewacht heb. En nu is het eindelijk zover. Alle diamonds van Lotte zijn van... Wacht eens even, wat is dit? Ah! Oh, gek!